Wat houdt het project precies in? Nou, het is een zogenaamd community art project, maar dat vind ik zo'n vage term, dat bevalt me steeds minder. Dus buurtkunstproject, dat is gewoon voor iedereen duidelijk. Dat is begonnen in september in buurthuis Alleman. En we hadden elke week een bijeenkomst op maandagavond. En heel langzaamaan waren het ook toevalligheden. Dus iemand die zei van, goh, ik had laatst hele leuke objectjes thuis. Dat wil ik wel graag laten zien. En dat trok ze uit de tas. En dat waren een sortiment van vierkantjes die je in elkaar kon plaatsen. En toen zei iemand, hé, dat lijken wel openstaande deuren. En toen was opeens de naam er. En toen zeiden we, goh, we noemen het project De Deuren Staan Open. En toen zeiden we, we doen er niet twee, we doen er drie. Dat heeft wat meer zeggingskracht en dat is als beeld mooier. En we maken een pad van plastic doppen. Jeltje van Houten, de beeldend kunstenares met die ik nu samen heb gewerkt, die heeft dus al een aantal community art projecten gedaan. En die heeft mij gevraagd of ik aan dit project mee wil werken. En misschien ook wel de haatpredikers, waar we een beetje griebelig van worden. En dat heeft u het over Geert Wilders? Nou, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik vind het moeilijk wat hij allemaal zegt. Daar heb ik grote moeite mee. Ja, het idee was om te laten zien van waarom woon ik in de wijk? Wat doet de wijk met mij? Waarom spreekt me dat aan? Wat gebeurt hier eigenlijk? Dus vandaar ook het symbolische thema, de deuren staan open. Vroeger zei je altijd tegen je vrienden van je bent altijd welkom, mijn deur staat altijd open. Ja, de tijden zijn wat veranderd. Mensen zijn individualistischer geworden. En ook letterlijk moet je je deur dicht doen, want anders dan tref je niks meer aan in je woning als je thuis komt. Door alle woningen inbraken. Maar dit probeert dat gevoel toch weer terug te brengen in de wijk. En ik denk dat zowel de twee kunstenaressen, Stefanie en Jeltje, als ook de bewoners die meegewerkt hebben, er goed in zijn geslaagd om die symboliek hier neer te zetten.